Ik wil nog iets zeggen over de neutraliteit van de jury. Nee, ik vind dat belangrijk. Het is niet omdat James Victor kent, nee, dat hij in zijn jurywerk Victor gaat bevoordelen. Zeker, maar wel nee, omdat Gert hem daar juist 800 euro voor gaat. Ik vind ook de twee andere dames heel interessant. Ja. Maar pas op. Ja. We hebben daar de jury nog niet voorgesteld. Hè. Moeten we dan even zwijgen? Nee, nee, je mag blijven praten. Ja, ja. Maar ik ga jullie straks nog voorstellen en dan vragen van wat vind je over de kandidaten of zo. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, goed. Nee, nee, het is mijn regeltjes. Ik dacht dat dit een toffe show was. James, jij hebt met Saartje in bed gelegen voor de rubriek Bedgeheimen. Ja, ja, ik was één van die vele mannen, ja. Ja, ja. Maar waar jij heel kalm van. Ja, natuurlijk wel een keigoeie babbel. Ja. We hebben toch goed gebabbeld? Ja. Jij werd dan niet... Achteraf, ze heeft mij dat eigenlijk al gezegd, dat ze daar nog heel veel miserie heeft door gehad. Nee, nee. Ja, maar ja, iedereen die met hem in bed ligt, heeft achteraf miserie. Ja, maar die pakt dat heel goed aan. Hè. Die stelt allemaal onnozel vragen en op het einde begint je pas door te chargeren. En dan heb je eigenlijk al het gevoel van, oh, ik ben er vanaf. Ja. En dan zeg je echt dingen dat je denkt van, ja, waarom dat had ik nu beter niet gezegd. Oh, allee. Wat is er nu iets dat je echt jammer vindt dat je hebt gezegd? Ik weet niet waar dat over ging, James. Dat een beest werd in bed. Is dat het? Ja, hè? Dat heeft ze gezegd. Dat een beest heeft ze dat gezegd? Bed. Nee, maar zo is het niet gegaan. Kijk, ik ga hem vertellen. Wat zeg je niet dat we het zo gemonteerd? Ja, ja. Ik weet nog heel goed hoe het was. Dus hij zegt, zet jij een beest in bed? En ik zeg, wat verstaat jij onder een beest in bed? En dan zei hij, ja, zo gewoon als je een beetje wat beweegt en wat actief bent en initiatief neemt. En ik zei, ja, in dat geval ben ik een beest in bed. Maar dat tussenstuk van hem knippen ze eruit. Maar leugen! Ja. Leugen! Dat is een leugen! Hoe is het gebeurd? Dat is niet waar. Je hebt gezegd, ja, ik ben een beest, dus hij is slaan. Hè. En we hebben dat er nog uitgeknipt, jong. Kunnen jullie lang kijken zonder te knipperen? Mogen we ook proberen? Ja. Waar moeten we kijken naar voren? Ik ben al bezig. Ja, maar... Ik ga ondertussen wel even naar het toilet gaan. Oh! Ja. Sorry. James, ja, dat was heel goed. Ja, ik heb hier nog talenten zien. Kunnen jullie goed spellen? Ja. G-O-E-D. Nee, James, jij zit hier om Victor Verhulst te steunen. Ja. Heeft dat het nodig, denk je? Ja, Victor is iemand die... hij zei het daarnet zelf al. Hij is een beetje bang om arrogant over te komen, terwijl Victor er totaal niet is. Nee. En hij heeft ook soms last van zenuwen. En aan Victor ziet hij dat altijd zo aan zijn lip. Nee, zo, als Victor zenuwachtig is, dan ziet hij een keer deze. En dan blijft dat lipje daar zo van boven hangen. En ook zijn neus gaat. We zullen daar in de reclame wat botox in. Ja. Dus we hebben al afgesproken dat ik hem een teken ga doen. Ja. Als dat liftje hier weer hangt, hè, dat we een teken gaan doen. Dus, en dat is zo. Nee, nee. Ik ga even iets vertellen, maar ze zit in het publiek, zegt dat niet tof. Maar mijn zus bijvoorbeeld had dat ook. Maar ze had dan zo... Die dacht altijd dat ze keigoed was in haar dingen en zo. En mijn zus ging naar een rij-examen. Ja. En je weet wat ik ga vertellen. Mijn zus ging naar een rij-examen en die had dat keigoed gestudeerd. En dat is met zo'n tabloetje, zo'n dingetje dat je moet uittrekken voor dan A, B of C te duwen. Maar je moet dat uittrekken. En dan komt er zo'n meer keuzevraag op je bord. En ze had er niet door dat ze moest uittrekken. En ze had zo'n headphone op en dat is zo... A. En dan gebeurde er niets en dan is... B. En zo was ze ook gebeest voor haar rij-examen. En wacht, ga nog verder. Want dan moet ik een oogtest. En ze hoorden achter de hoek, links, rechts, boven, onder, links, rechts. Voor die openingen van die E, hè? Weet je wel. Hè? En ze dacht, shit, ik heb dat niet gestudeerd. En ze komt achter die hoek en die mevrouw vraagt aan haar. Oké, ben je klaar voor? En ze zegt tegen die mevrouw, links, rechts, boven, onder, links, rechts. Zullen jij, James? Ja, mijn vriend Dorian die bewijst dat dan met filmpjes. Ja, dat is echt zo. Ja. Omdat ik hetzelfde zoals u, dat ik dan zei van, ik geloof dat niet, ik geloof dat niet. En dan zo filmpjes. En mijn kin verdwijnt ook al. Ik stap echt zo, maar het is echt duidelijk, hè. Hou je klaar.
Verschrikkelijk. Gert heeft bijvoorbeeld ook zo een Japans toilet. Heb je dat gedaan? Wij zo. Ah, dat kan zo muziekjes en zo. En zelfreinigend en zo. Met zo alles en straaltjes van lichtjes. Ja. Dat is echt top. En heeft dat boven, heeft dat beneden, heeft in al zijn kamers laten installeren. Dat is top. En dat doet zo, hè. Zo, dat, dus je gaat naar het toilet. Dat is echt zalig, hè. Dus je gaat naar het toilet en je duwt dan op zo'n knopje en dan kan je zo... En dan weet dat het is daar. Ja, en dan... En ik weet niet wat dat doet. Dat heeft een oogstje of zo, maar dat spuit... En dan is zo lekker lauw, zo ook geen pijnlijke spuit, maar je hebt zo al die spuit die zo, ah, dat denkt, ah, oh, nee, hè. Maar nee, dat is juist hard genoeg, dat is echt zat. Spuit zo, juist waar dat moet. En dan denkt het is gedaan. Nee. Dan gaat dat spuitje terug en dan komt er een ander. En dan een keer. Dan wordt dat droogt dat. Ja. Voilà. Geen wc-papier eigenlijk. Geen wc-papier nodig. Je kunt af en toe zo'n keer doppen zodat het niet nat is. Maar het is eigenlijk niet meer nodig en het is echt ongelooflijk. Het is echt een aanrader. Ja, maar hoe kan dan dat... Het is juist in je poepenhol. Ja, ik weet niet of dat kan. Maar het is ongelooflijk. Ik snap het ook niet. Want ik denk elke dat... poepenhol is toch welke anders? We hebben maar één poepenhol. Hè? Ja, maar ja. Elk poepenol is anders. Ja, ik bedoel... ja, maar dat staat toch al die poepenol, die staan toch niet op dezelfde plaats. Die staat toch zijn poepenol wat dichter. Ik bij... denk dat hij een poepenolleke oogstje heeft. Ja. Oftewel ligt het aan een Japanner. Wat. Sta je 's morgens dan vroeger op? Ja, 7 uur meestal. 7 uur? Ja. Dat is niet uitzonderlijk vroeg. Nee, ja, fijn. Stond ik op om te plassen. Als de verpleegster nog niet gewekt had. Wat dat een James ook doet, dat is dingen online bestellen voor andere mensen. Ja. Soms ineens aan ons huis dan, een coureur met 20 pakjes. Om op cadeaus dat een James dan gekocht heeft op Wish. Ja, Wish. Dat is zo'n app, dat is de max. Dat is zo'n app en dat kost allemaal geen geld. Dat is echt ongelooflijk. Je kunt dat ding kopen voor 1 euro, 2 euro. En dat is de max. Echt zo'n ding voor een nieuwe neus. Een oording. Veiligheid uit je oor, echt waar. Ongelooflijk goede dingen. Dus echt mooie dingen. Voor je tanden ook, echt waar. Is dat zoiets dat je... Oh, ik heb af en toe ADHD aanvallen. Dat is echt waar. Aanvallen? Ja, aanvallen, ja. Dat is zo... Dan, ik weet niet dat dat komt, dat is zo'n rilling. Zo, dan denk ik ineens... Zoiets. Ik heb af en toe een keer, in mijn auto soms ook... En dan moet ik dat tegenhouden. Ja, zo'n rilling. Zeg, hallo, jij gaat op de grond gaan liggen met schuim. Ik doe gewoon... Ja, denk je dat van hem erger is, James? Denk dat ook? Denk dat ook? Sorry, dat is hier geen wedstrijdje van de beperkingen of zo. Nee. Komt wel. Throwback Thursday. Doen jullie eraan mee? Nee. Ik heb dat nog nooit niet gedaan en ik denk dat ik dat ook niet kon doen, maar ik denk dat ik al mijn volgers kwijt ben op Instagram. Waarom? Je zag er vroeger beter uit dan nu, hè? Nee. Dat is niet waar. Nee, dat is echt niet. Ik was zo'n lelijk kind. Ik ook. En daarom doe ik dat ook niet. Ik heb twee plastische chirurgie laten doen, omdat ik mijn tanden... Heb je dat nooit verteld? Nee. Dat is echt, hè. Mijn tanden, jij weet dat, hè. Een gotisch verhemelte? Ik had een gotisch verhemelte. Wat? Ik heb nog altijd een heel hoog verhemelte. Kijk. Ah, ja, ja. Wat zie je het? Ja. Dat kunnen wij in kwijt, man. Weet je, als die geboren was en er kwamen mensen op bezoek in het ziekenhuis. Weet wat mijn ma dan deed? Nee. Die legde mij met mijn rugje naar het venster. Oh, En dan zei ze zo... Oh, hij is zich juist omgedraaid. Echt waar. Omdat ik zo lelijk was. Ik zag er niet uit. Ik kan geen kinderen of zo. Echt, allemaal gebeuren. En altijd op mijn rugje. Oeh, er is volk, er is volk! Wacht uit! Schrikkelijk. Ja. Ik ben nog altijd niet zo content. Ik heb mijn oren laten hangen zo aan mijn hoofd. Maar James, je ziet er... Echt waar. Ja, als je dan vraagt aan hem, als je iets mocht laten veranderen aan je lijf, wat zou je doen? Dan zit je zo'n oorlellen. Ja, mijn oorlellen. Maar is dat niet een van de 7 schoonheden? Ja, I wish. Ja, toch? Jawel. Ik heb de oorlellen van George van Wittekerken.